De Rijksuniversiteit Groningen is dit jaar gestart met een Centrum voor Synthetische Biologie. In dat centrum werken biologen, chemici en natuurkundigen samen om nieuwe biologische cellen te ontwerpen en te maken. Tot nu toe werkten biochemici alleen met cellen die van nature al iets goed kunnen. Afval omzetten in gas bijvoorbeeld. Die functie probeerden ze dan te verbeteren door het DNA in de cel te veranderen. Synthetisch biologen gaan een stapje verder. Zij bouwen de cel zo om dat hij precies de functies krijgt die ze willen hebben. Alsof het machientjes zijn. Dat biedt veel nieuwe mogelijkheden. Goedkopere geneesmiddelen bijvoorbeeld. Of schonere chemicaliën. Normaal in de biologie of in de microbiologie willen we begrijpen hoe cellen werken. En dat willen we ook beschrijven. Wat we nu willen doen is het engineeren. We willen het veranderen. We willen echt nieuwe moleculen kunnen maken. Zoals je in de elektronica met transistors en weerstanden en dat soort dingen werkt, kun je ook in de biologische cel alle onderdelen benoemen. Zoals een stukje DNA, een gen, een regelstukje DNA, een eiwit, een lipide. En met die doos van bouwstenen, te vergelijken zeg maar met een Lego-doos, die bouwstenen zo aan elkaar koppelen dat je hele nieuwe activiteiten kunt maken. Het Massachusetts Institute of Technology, het MIT in Boston, is een vooraanstaand instituut op het gebied van synthetische biologie. Het MIT organiseert elk jaar een internationale studentencompetitie voor het bouwen van cellen. Dit jaar, 8 en 9 november, doen er 80 teams uit de hele wereld mee. Voor het eerst ook een team uit Groningen, dat geïnspireerd raakte door de projecten uit vorige competities. Bijvoorbeeld een leuk project wat ik vond was een simpel mechanisme dat arsenicum kon meten. Arsenicum is giftig voor mensen en het zit vaak in drinkwater in sommige gebieden. En als je dan zou willen bepalen hoeveel arsenicum er in het water zit, dan heb je daar allemaal dure apparatuur voor nodig. Er is een team geweest en die hebben een bacterie ontworpen die bepaalt hoeveel arsenicum er in het water zit. Dus hij verandert de pH van het water waar je dat beestje in groeit. En dan, als je daar een lakmoespapiertje, dat kennen mensen misschien nog wel van de middelbare school, inhoudt, dan verandert het van kleur. En die kleur kun je dan direct, vertelt je direct hoeveel moleculen arsenicum er in het water zitten per volume. En dan weet je dus meteen of het water drinkbaar is of niet. De groep Groningse studenten werkte deze zomer aan een communicatiesysteem tussen bacteriecellen, gebaseerd op Conway's Game of Life. De wiskundige John Conway bedacht in 1970 een computersimulatie van de groei van cellen. Dat systeem gaat ervan uit dat nieuwe cellen ontstaan naast al bestaande cellen. Maar als er te veel cellen bij elkaar leven, sterven ze af. Door in de computerweergave een aantal cellen levend te maken, aan te klikken, gaat de simulatie vanzelf lopen. Het patroon van leven en dood dat dan ontstaat is chaotisch en lijkt bijna niet voorspelbaar. Dit principe wilden de studenten namaken, maar dan met levende bacteriën. Dus bacteriën die reageren op hun buren, dus die communiceren met elkaar. En afhankelijk van wat hun buren allemaal tegen ze zeggen, reageren ze daarop door groen te worden of niet. De bacteriën die zo precies met elkaar communiceren, bestaan niet in de natuur. Die moeten gemaakt worden. En daar heb je bouwstenen voor nodig. Stukjes DNA die de genen van de bacteriën kunnen beïnvloeden. Die bouwstenen kun je zelf maken, maar de studenten kunnen ook gebruik maken van een database waarin alle bouwstenen zitten die alle teams in de voorgaande competities hebben gemaakt. Dat scheelt een hoop werk. Wat je als allereerste doet, is bedenken wat voor biologische componenten kunnen gebruikt worden om het doel te bereiken dat je je voor ogen had gesteld. Dus wij moesten nadenken op een heel hoog niveau over zaken zoals we hebben een zender nodig tussen bacteriecellen waarmee de ene de ander duidelijk maakt dat die aan of uit moet. We hebben bijvoorbeeld een eiwit nodig wat het andere eiwit aan of uitschakelt. En op die manier hebben we dus drie verschillende ontwerpen gemaakt die misschien zouden kunnen werken. Zodra de studenten een lijstje hebben van alle benodigde onderdelen, krijgen ze een map toegestuurd van het MIT, met daarin honderden verschillende stukjes DNA. Ze hoeven dan alleen nog maar het juiste stukje DNA eruit te snijden en aan de bacteriecellen toe te voegen. We hebben een stukje DNA toegevoegd aan die bacterie, waar een eiwit op zit dat groen fluoriseert als je er UV-licht op schijnt.
En dat eiwit wordt alleen maar gemaakt als een signaalstof ontvangen wordt door die bacterie. Dan kun je zeggen van, ik voeg een beetje signaalstof toe met mijn pipet, bijvoorbeeld hier. Nou, dan gaat die wordt groen en die gaat zelf ook signaal maken. Die geeft dat signaal door en die volgende geeft dan weer het signaal door. En dan zo kun je een soort kettingreactie starten. Zeg maar hetzelfde als wat ik net bij die computersimulatie deed, dat ik hokjes aanklik van jullie worden geel en jullie staan aan. Heb je hier met, kun je hier doen door zeg maar, op bepaalde plekken wat van die signaalstof toe te voegen. En dan gaat het systeem lopen. Men probeert moleculen te maken die op bouwstenen van het leven geïnspireerd zijn. Een heel mooi voorbeeld daarvan is wat die meneer op de achtergrond vertelt. Dat is Greg Venter, misschien wel de beroemdste synthetisch bioloog. Die zegt van, we hebben een aantal grote problemen in de wereld. Bijvoorbeeld het kooldioxideprobleem. We hebben een brandstofprobleem. De brandstoffen raken op. Kunnen we nou niet zorgen dat we cellen kunnen ontwerpen of ontwikkelen die het CO2 uit de lucht kunnen binden en vervolgens omzetten in koolwaterstoffen. En dat we vervolgens die koolwaterstoffen als brandstof gebruiken. Dat is natuurlijk een heel ambitieus plan. En er zitten een heleboel mitsen en maren en haken en ogen aan. Maar het is natuurlijk wel de moeite waard om daar eens naar te kijken. En juist op dat soort gebieden denken wij dat de synthetische biologie heel belangrijk kan worden. Het is natuurlijk hartstikke leuk om naar Boston te gaan. Je krijgt natuurlijk heel veel praatjes. Het zijn 80 teams en alle 80 teams die gaan een presentatie daar geven. En daarnaast wordt het ook gewoon heel gezellig, denk ik.